Yo, alles flex, Glitter City. Ik had al verteld dat Prince B jullie vandaag de royalty zou brengen. En hier komt het. Jullie kijken naar de nieuwe eigenaar van de Glitter City Mall. Toen ik klein was, was deze plek dus echt de absolute place to be. Voor next level outfits, een lekkere snack in het café en voor zieke optredens van de allerhotste artiesten. Ik hou van het winkelcentrum, dus ik ga even wat reclame maken. Ik heb een vraagje voor jullie, BB's. Wat dan? Wat vinden jullie het leukste aan het winkelcentrum? 1000% de salon. Het kattencafé, zeker weten. Dit kapsel stelt zichzelf niet. En dit is de enige plek waar ik thee kan drinken en echte katjes kan aaien. Wisten jullie al dat je vanaf dit weekend hier naar de salon kan gaan, kan chillen in het café en naar een concert van de grootste sterren ter wereld kunt? Oh my gosh. Gaan de Supersonics hier optreden? Of Splash Queen? Oh wow. Misschien is het Lady Diva. Wie denken jullie dat er dit weekend optreedt? Dan wonen wij nu in het winkelcentrum. Dit weekend ben ik van plan om de Malle Surprises concertreeks te lanceren. Dat wil je niet missen. Neem je beste outfit en je vrienden mee. Ik zie je daar. Nu op naar het House of Surprises. En dit keer haal ik alles uit de kast. Mis het niet! Ugh, ik kan nog steeds niet geloven dat mijn eigen broer het winkelcentrum van me heeft gestolen. Oh, ik denk niet dat hij het gestolen heeft. Ik bedoel, dat is echt zo niks voor hem. Als je hem niet goed kent, nee. Hij laat overal rommel achter die Royal Beaver mag opruimen. En laat me alsjeblieft niet beginnen over hoe hij is in een groepsproject. Ah, de groepsprojecten. La 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 la. Hoorden jullie allemaal dat waanzinnig prachtige engelengezang eerder? Mijn studenten klinken zo geweldig. Blijkbaar ben ik een topzangdocente. Wij willen de wereld laten zien wat we in huis hebben. En ik denk dat het dak hier echt de perfecte plek zou zijn voor onze allereerste show. Dat vind ik nou echt een top idee. Alleen werk ik nu op het dak aan mijn nieuwe schilderij. Kun je een week wachten? Ik denk het. Dan heb ik meer tijd om de perfecte show te choreograferen. En ik zou op het dak een modeshow kunnen geven. Ik heb ontwerpen die gedebuteerd kunnen worden. Ja, waarom doe je dat niet? Dat klinkt echt super fab. Wat als ik een wekelijkse show op het dak start? Dan kan iedereen hun talenten delen hier in het House of Surprises. Oeh, dat klinkt te gek. Ja, ik doe mee. Laten we het doen. Is dit misschien een beetje te veel? Het waait hier al best hard. Nou, als popsensatie kun je echt nooit genoeg wind hebben. Zie je? Jullie zijn vroeg begonnen, hè? Ziet er fantastisch uit. Alleen ontbreekt er nog iets. Lama's! We hebben lama's nodig! Hey Swag, ik sta al zo lang naar deze schets dat ik het verschil niet meer zie tussen een zoom en een halslijn. Zou je kunnen helpen? Hey, Neolicious. Het is leeg. Ja. Je had gezegd dat je over een paar dagen klaar zou zijn. Ja, het is gewoon moeilijk om je te concentreren met zoveel van, dat. Wie is er klaar voor meer wind in hun haar? Ik dacht dat ik het dak voor mezelf zou hebben tot de show. Maar ik heb Lady Diva's enthousiasme een beetje onderschat. En hier gaat het nou allemaal gebeuren. Maar zal er genoeg ruimte zijn voor een mechanische stier en een van die ouderwetse piano's? Ik geloof dat we allemaal vrij enthousiast zijn. Ja, ik ook. Het komt wel goed. Ik wacht wel gewoon tot het wat rustiger is. Oh! Fame Queen! Komen jullie je ook aanmelden voor de show? Wij zijn hier voor jou, girl. Je zei dat dit de perfecte plek was om te werken aan ons nieuwe album. Oh. Oh, ik heb het zo druk gehad dat ik daar niet aan dacht. Als jullie vast gaan opbouwen en dan gaan we binnenkort aan de slag. Weet je zeker dat het niet een beetje te druk is? En dit is de plek die me het meest heeft geïnspireerd. Oh nee. Ik hoorde over het House of Surprises en ik dacht, dat kan ik ook. Maar dan groter, waarom niet de Mall of Surprises? Wat ben je aan het doen? Hé zus, ik leg gewoon een proces vast. Je weet hoe het gaat. Moet je al het talent hier nou zien? En stel je ze dan allemaal eens voor in het winkelcentrum. Ah, de wind is te sterk!
talentenjacht aan het plannen? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Waarom doen jullie het niet in het winkelcentrum? Is dat soms waarom je hier echt bent? Je hebt me door. Luister, ik weet dat jij en je vrienden niet met mij willen samenwerken. We hoeven niet met jou te werken. Daar zit een verschil in. Maar ik heb toptalent nodig om deze concertreeks te beginnen. En het is een win-win situatie. Ik heb genoeg ruimte voor alle fans die je maar wilt. Honderden lampen, het beste geluidssysteem. Wat je ook maar wilt. Ik regel het. Bedankt, maar we hebben meer dan genoeg ruimte hier. Weet je het zeker? Want ik heb lama's besteld. Oh ja, heel veel lama's. Wat? Lama's brengen de drama. Breng ze naar het winkelcentrum. Als het alleen maar om één show gaat, is dat wel oké, toch? En dan is er meer ruimte op het dak voor Swag en de Supersonics. En mijn stier. Het zou me wel helpen als ik het dak weer terug had, ja. Oké, vooruit. Eén show. Maar er zwaait wat als je weer halverwege stopt en mij laat afmaken waar je aan begonnen bent. Nee joh, dat was de broer die voorheen Prince Bee heette. Ik ben de nieuwe verbeterde versie. Oké, wie is er allemaal klaar voor een epische show? Ja! Woehoe! Dit komt wel goed, toch? Natuurlijk. Wat kan er misgaan? Zijn jullie er klaar voor? Now and off. Oh, ik hou van deze plek. Zei toch dat ik alles zou doen? Alles wat je wilt, krijg je. Dat is de Prince Bee garantie. Dit gaat zo episch worden. En hier begint dan jouw couplet, Royal Bee. Zing maar gewoon iets. Je kunt het, zus. Ik ben helaas niet de rock queen, maar hoop dat je kunt zien dat... Jij kan dit. Ik ben helaas niet de rock queen, maar ik tel wel voor 10. Dus rock maar mee, misschien. Oh, het spijt me, queens. Ik weet niet waar mijn hoofd vandaag zit. Maar mijn creatieve flow is er echt even niet. Zeg me niet dat jij ook al een writersblok hebt. Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar dat heeft ze 100%. Zullen we het anders omwisselen? Swag kan met ons jammen en Royal Bee kan wat kunsttherapie doen. Is dat een idee? Ik ben wanhopig op zoek naar inspiratie. Ik ook. Luister, we weten allebei dat jij de expert bent in alles wat met popcultuur te maken heeft. En meer popcultuur dan hier ga je niets nergens vinden. Je hebt mijn interesse. Kun je me een voorproefje geven van wat ik kan verwachten? We hebben een noodgeval. Geen mega super extreem noodgeval hoor. Eerder een klein ongemakje. Moet je dit nou zien? Deze discobal reflecteert het licht nauwelijks. Dus je hebt een stralende discobal nodig. Begrijpen? En groter. Doe ik. Had jij ook nog iets, Bibi? Nou, gezien het thema van de modeshow Tropisch Regenwoud is... vroeg ik me af of we het zouden kunnen laten regenen. Ik heb een super kleurverandering idee voor de finale jurk. Wow, te gek. Dan moeten we wel de leidingen checken en een regensysteem installeren.
Wacht, als Neonlicious regen krijgt voor de finale, zou ik dan een grote entree mogen maken? Ik zat te denken, stralende popsensatie die uit de hemel komt vliegen. Ja, perfect. We hebben dan wel harnassen en een mat nodig, want veiligheid gaat voor. Je kunt dit weekend dus een vliegende, stralende popster en een binnenstorm verwachten te zien. Ik ben om. Dit gaat het evenement van het jaar worden. Gaat iedereen vertellen. Zie je dit weekend. Hey, City Babe. Ken jij de Mall of Surprises in Glitter City? Ja, maar echt. Hier moet je naartoe. Kijk, zo doe je dat nou. Voilà, ik ben klaar met mijn meesterwerk. Ben je nou al klaar? Dat is echt een vet coole wolk. Het is een boom. Nou, ik vind het erg mooi dat de boom zoveel verschillende kleuren bladeren heeft. Zoals al die roze bovenaan. Dat is Neon Kitty. En dat de lucht zo superdonker is? Echt gruwelijk. Heel erg, Grunge. Het zou een zonnige dag moeten voorstellen. Dit is geen kunst. Sterker nog, ik voel me minder artistiek dan ooit tevoren. Je denkt er te veel over na. Creatief zijn zou leuk moeten zijn. Meestal wel, ja. Ik heb echt geen idee waarom het nou zo moeilijk gaat vandaag. Ik denk dat je te hard bent voor jezelf. Je vindt het leuk om te schilderen, toch? Ik zag je lachen toen je bezig was. Ja, ik ben er helaas alleen niet zo goed in. Dus? Niemand veroordeelt ons hier. Dus dit is de plek om risico's te nemen, plezier te maken en ervoor te gaan. Ik denk dat we dit weekend een themamenu nodig hebben voor de show. En ik denk dat ik dan eerst het thema moet weten. Het is een beetje tropisch regenwoud en een beetje... Glitter Llama Extravaganza. Eerlijk gezegd gaat het meer om de sfeer dan om alle details. Oh ja, zo werk ik ook altijd. Al mijn boba wordt vers gemaakt van sfeer en dromen. Oh! Wacht, hoorde jij dat ook? Geen reden voor paniek. Oh jee! En wat voor sfeer is het nu, onverschrokken leider? Je gaat het water wel weer aanzetten, toch, Prince B? Ah, we kunnen zo echt niet gezien worden. Nee, katjes, nee! Dat zijn geen laserspeeltjes voor jullie. Oh. Doe toch iets, Prince B. Maak je maar geen zorgen. Prince B heeft het opgelost voor je het weet. Blijf kalm. Dat klonk geweldig, Queens. En ik denk dat ik eindelijk klaar ben met mijn couplet. Oké, girls, vanaf het begin. Hm? Hallo. Royal Bee, we hebben een klein probleempje hier. Oh, er zit een spin op mijn gezicht. Eeuw, haal hem weg. Oh, grapje, laat maar. Het is maar een katje. Oh, hallo, klein lievertje. Oh. Waar is Prince Bee? We hebben overal gezocht, maar we kunnen hem niet vinden. Ik bedoel, we zien helemaal niks hier, maar ik heb behoorlijk hard geschreeuwd. Prince Bee! Oh, zie je? Geen reactie. Ik denk dat hij weg is. Wow! Dit is niet te doen! Niet weggaan allemaal! We hebben gratis boba! Wat? Heeft iemand Prince Bee gezien? Oké, dit is niet goed. En het lijkt erop dat ik dit op zal moeten lossen. Alleen, ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen. Wacht, ik heb beloofd dat ik niet weg zou rennen. Ah, ik ben een oorbel kwijt! Maar als je erop staat... Oh!
is dat, Prins B? Sommige dingen veranderen ook nooit. Ga jij maar gauw achter je broertje aan. Dan kijk ik wat er binnen aan de hand is. Dit is gewoon een klein tegenvalletje. Maak je geen zorgen. Alles zal spoedig weer helemaal normaal zijn. Wow! Waar is de thee? Dit is gewoon boba en lucht. Gracie! Hier zo! Kijk uit! Smack! Oh, wat fijn om jou te zien. Wat is er hier gebeurd? Nou, we waren ons gewoon aan het voorbereiden op onze show. En Prins B zei dat alles mogelijk was, dus... Heel misschien heb ik wat zekeringen hier en daar doorgebrand met mijn lichtshow en... Ik heb misschien de leidingen verknald door het binnen te laten regenen en... Nu is het winkelcentrum gesloten! Was het jullie al opgevallen dat Angles hier ook is? Oh, dat meen je niet. Het is geen filter. De stroom viel uit 15 minuten geleden. Ik verzwikte bijna mijn enkel toen ik naar het café liep en in mijn boba thee ontbreekt de thee. Nu is het gewoon boba air. Goldie! Een betere naam zou zijn The Mall of Disasters. Hashtag Mall of Disasters is nu al trending. En ze heeft mega veel volgers. Ja, als zij een slechte recensie schrijft, zijn we geruïneerd. En ik heb het café nog maar net geopend. Ik wil het niet nu al hoeven sluiten. We kunnen haar vast van gedachten laten veranderen. Maar dan zullen we wel iets speciaals moeten doen. Wie van jullie heeft er zin in een gratis show? Ja! Ik heb een idee. Maar ik heb wel een beetje hulp nodig. Niet te geloven dat je iedereen weer in de steek hebt gelaten. Je had me beloofd dat je dit af zou maken, Prins B. Ik laat ze niet in de steek. En waarom ben je dan hier buiten in plaats van iedereen binnen te helpen? Midnight Kid had een idee hoe we alles konden oplossen, maar... Er is een klein probleempje. Ik ben de sleutel van de meterkast kwijtgeraakt. Sorry, wat? Ik weet het. Dit was een vreselijk idee. Hoe haalde ik het in mijn hoofd om deze plek te kopen? Ik kan dit helemaal niet. Ik kon mijn Ultimate Frisbee Team niet eens bij elkaar houden. Ik dacht echt dat ik hier iets speciaals van kon maken. En ik wilde bewijzen dat ik niet alleen maar het broertje van Royal B ben. Ik kan de dingen die jij doet ook. Ik wil je trots maken. Tuurlijk ben ik trots op je. Je bent mijn broer. Je hebt alleen wat slechte gewoontes. Zoals wanneer je een episch idee hebt, een fout maakt en dan wegrent voordat je het kunt oplossen. Maar dit keer was ik echt niet weggerend. Ik geloof je. Oké. Aan de kant. Goeie poging. Hey. Weet je nog dat dansje die we verzonnen hadden toen we 6 waren? Ja. Oké. Woe. Goed bezig, Prins B. Dikke move, Royal B. Het is ons gelukt. Ja, en hoe? Goldie! Lift me up when I'm not okay. I can count on you, you always know just what to say. And I know that when I need you, you're not far away. I can count on you, I can count on you. Nobody loved me like my sisters do. Nobody holds me up, nobody knows me more, nobody loves me like my sisters do. Yes, queen! Woohoo! Yeah! Okay! Dat was geweldig! You go, girls! Dank jullie wel! Dank jullie wel! En dit is nog maar een klein voorproefje van wat jullie hier allemaal te wachten staat in de Mall of Surprises.
Dus blijf op de hoogte. Oh, dit krijg ik er nooit meer af. Maar het was het allemaal meer dan waard, of niet soms? Ik heb net een geweldige geïmproviseerde show gezien in de Mall of Surprises. Ah, dat zijn wij! Als je zin hebt in een super tof dagje uit met vrienden, mag je dit niet missen. Het is ons gelukt. Weer een crisis, ontweken. En ik heb zo'n vermoeden dat jouw zaak nu weer heel erg goed gaat lopen, old girl. De plicht roept. Kijk, daar is Royal Bee. En ze heeft Prins Bee gevonden. Ik dacht dat je alleen maar praatjes had, maar de show die je vandaag gaf was echt indrukwekkend. Benieuwd hoe je dit de volgende keer overtreft. Volgende keer? Welke show? Wij hebben net volledig de dag gered. Graag gedaan. En ook onze excuses voor, je weet wel. Ik had een betere leider kunnen zijn, maar we geven niet op. De volgende keer gaat alles beter. Ik weet niet hoor. Engels lijkt de chaos wel leuk te vinden. Dus ik denk dat dat nu jouw brand is. Ik bedoel, je noemt het niet voor niets de Mall of Surprises. Oké, dat is waar. Maar de volgende keer moet er wel wat structuur in de chaos zitten. Dit gaan we niet nog een keer zo doen. Aww, kijk jou nou toch eens een geboren leider zijn. Stop. Kom terug hier. Zo kan ik wel weer eens. Ik weet wel dat je van me houdt. Perfect. Yep, helemaal klaar. Laten we dit doen. Wie heeft er zin in extra verse donuts? Waarom is het ineens zo rustig hier? Misschien door het winkelcentrum? Er is nu een of ander leuk evenement aan de gang. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar het wordt echt mega leuk. Het evenement. Malathon. Dat zou nou echt een groovy naam ervoor zijn. Ja, dat is de naam. Dat ziet er gruwelijk uit. Ja, toch? We doen allemaal iets speciaals om geld in te zamelen voor een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. En niet om op te scheppen, hoor. Maar de salon biedt daarvoor een volledige spaardag aan. Ha! De salon en ik krijgen de druk. Oh, ja, een spaardagje klinkt ontzettend leuk en zo. Maar ik heb een spiksplinternieuw boba-recept. En je weet wel, katjes. Dus ik denk dat we allemaal wel weten wie dit gaat winnen. Wat jammer dat het geen wedstrijd is, zeg. We zullen wel nooit weten wiens winkel de fierste is. Daar is ze dan. Ben je klaar voor je eerste werkdag bij de Bibi Boutique? Zo klaar als ik ooit voor zal zijn. Wacht, wat doen jullie hier eigenlijk? Moeten jullie niet naar het winkelcentrum? We wilden je even succes komen wensen op je grote dag. Wij Mall Queens moeten elkaar blijven steunen. Dat is alles. Hoe dan ook. Miss Clem bracht me net op een geweldig idee. Waarom zouden we van de Malathon anders niet een vriendelijke wedstrijd maken? Spa-dag versus daytijd met katjes versus wat de Bibi Boutique daar dan ook voor ding heeft staan. Dat is een fashion makeover apparaat en dit wordt echt fabulous. Wow, top. Dus je doet mee. Wat krijgt de winnaar? Zeg niet het recht om op te scheppen. Kijk ons nou, dat hebben we allemaal al. Wat als de winnaar de nieuwe gemeenschappelijke ruimte een naam mag geven? Oh, nee. Wat als de winnaar het mag ontwerpen? Mogen we dat wel doen? We kunnen het Queen Bee vragen. Dit was haar idee, dus zij is de queen die de beslissingen maakt. Hey, Bibi. Yep. Wow, awesome. Ze vindt het een top idee. Dus de winnaar mag haar helpen met het ontwerpen van de gemeenschappelijke ruimte. Wat zeggen jullie ervan? Dit wordt echt zo cool. Dan ga ik nu vlug als vlug naar de boutique. Girl, wacht op mij. Ga jij anders met ze mee, Roller Chick? Neem vandaag vrij en veel plezier in het winkelcentrum. Bedankt, baas. Alt Girl, waarom sta je zo naar me? Heb ik al de hele tijd glazuur op mijn gezicht zitten?
Jij brengt me net op een ander geweldig idee. Laten we samenwerken. Ik zorg voor de boba, jij voor de donuts. Samen zal niemand van ons kunnen winnen. Ik kan de diner beter niet onbemand laten. Wat? Het is hier binnen nog rustiger dan een Vals Girl. Ik denk echt niet dat je iets zult missen behalve de tijd van je leven als je, je weet wel, niet met me meegaat om te winnen. Prima, wat jij wil. Veel plezier met kijken naar rijzend deeg. Ik doe mee. Ja. We gaan een gemeenschappelijke ruimte in het winkelcentrum bouwen voor baby's van mijn formaat. Maar we hebben jullie hulp nodig. Doneer aan een goed doel en krijg een winkelcentrum munt die je kunt gebruiken bij alle winkels hier binnen om toegang te krijgen tot een speciale marathon ervaring. Of je nu de hele dag hardcore wilt gamen in de arcade speelhal of de nieuwste mode wilt uitproberen in de boutique, we hebben hier alles in huis. Wie wil er hier een spa-behandeling? Jullie sowieso toch, girls? Ik ken jullie toch? Welkom in de BB Boutique. Onze missie is om al jullie modedromen uit te laten komen. Bedankt, maar kijk alleen maar rond. Oké. Geef maar een gil als ik kan helpen. Nou, kijk me toch niet zo zuur aan. De munten rollen vast elk moment binnen. Wat zijn die twee van plan? Ze werken samen. Ik vraag van jou, jou, jou en jou om jullie op jullie allerschattigst te gedragen. Begrepen? Ze zijn eindelijk afgekoeld. Dit is duidelijk niet mijn recept. Ik had gevraagd om hartige donuts voor bij mijn vanille meloen matcha boba thee. Niet zoiets basics. Sorry. Ik dacht dat de zwarte peper en koriander bedoeld waren voor een stoofpot of zoiets. Het is al goed. Dit kunnen wel gratis samples zijn en je kunt gewoon mijn recept gebruiken voor de volgende batch. Maar weet je, zolang ik maar iets mag ontwerpen wat cool en edgy is voor de nieuwe gemeenschappelijke ruimte, ben ik blij. Oké, maar waarom per se edgy om cool te zijn? Stel je dit eens voor, een met snoep bedekt kauwgombos. De bomen zijn van lollies, de grond is van chocoladerepen. Dat zou een zootje worden in de zomer. Ik ben gewoon heel erg fan van de suikerspin look. Jij niet? Bibi, mijn favoriete kleur is zwart. Er bestaat zwarte drop. Eeuw. Luister, we moeten nu echt verder gaan met bakken. Een nieuwe batch donuts graag. ASAP. En nu hartig, alsjeblieft. Donuts. Wat kosten die? Ze zijn gratis. Deze zijn geweldig. Kunnen we hier een dozijn van kopen? Dan mag je mijn munt hebben. Nee, je mag mijn munt hebben. Je mag onze beide munt hebben. We willen gewoon heel graag die donuts. Munten mogen verzameld worden naast hun menu. Duh. Wat zeggen jullie ervan als ik 2 dozijn donuts bak voor jullie munten? Sorry, wat? We hebben echt geen tijd om te... Ik kap ermee! Maar we... Ik bak graag zoete dingen. Ik hou van suiker en de kleur roze. En ja, zelfs van standaard slagroom. Dus ik ga bakken wat ik lekker vind. En ik ga in mijn eentje je wedstrijd winnen terwijl ik dat doe. Surprises. Ik heb me opgefrist en ben klaar om de dag te gaan rocken. Voorzichtig. Je nagels zijn nog aan het drogen. Maar
je geen zorgen. Ik doe voorzichtig met je mooie werk. Waar heb ik mijn munt nou toch gelaten? Ah, daar is hij. Dank je, Bibi. Ik had echt even een spadag nodig. Volgens mij probeert Neonlicious je aandacht te trekken. Wist jij dat we mogen werken in teams? Waar heb je het over? Ik zag Candylicious en Altgirl samenwerken als team. Weet je het zeker? Altgirl lijkt me nou niet echt de type voor teamwork. Oké, misschien niet op dit moment, maar ik zweer je dat ik ze samen zag werken. Ik geloof je. En Altgirl leek bereid om alles te doen om te winnen. Zelfs om hulp vragen. Dus, als zij het mogen... Nou, ik zat te denken dat een modemakeover en een spadag best wel een epische combinatie zou zijn. We kunnen de munten en de prijs delen. Hoe zou jij de gemeenschappelijke ruimte ontwerpen als je wint? Want ik zat te denken aan glitter. Misschien een mini-manicureplek. Perfect voor de kleinere bibi's. Iets heel glamoureus. Nou, daar kan ik wel mee werken. Ik dacht aan een huren lookplek, zodat iedereen een nieuwe outfit voor de dag kan uitproberen. Neon, glitters, de nieuwste mode en schoonheidsbehandelingen. Wat een perfecte combinatie. Ik zeg, we doen het. Team Seas! Zo, perfect. Wat een interessante smaak. Deze donuts zijn gemaakt van roggen met jalapeno, cheddar, matcha, glazuur. Cheddar mocha? Matcha. De cheddar matcha bagels zijn super origineel. Donuts. Ja, super origineel. Maar we moeten ook bij de andere winkels kijken. Dat is wel zo beleefd. Ja, we zijn niet graag onbeleefd, maar als je geglazuurde donuts hebt, komen we terug. Wow, waar rennen zij voor weg? Cheddar matcha donuts. Die hebben blijkbaar een te volwassen smaak voor hun kleine tienermondjes. Ik wil er wel een proberen. Deze smaken zijn zeker erg verwassend. Misschien werkt dit dan toch niet. En nu is Candylicious al mijn klanten aan het stelen. 3 maal boba thee, alsjeblieft. En wat quality time met de katjes. Geen muntjes, geen katjes. Misschien moet ik maar gaan. Nee! Ik bedoel... doe wat je wil. Maakt mij het uit. Maar weet je, als je blijft, dan kun je mijn proefpersoon zijn. Wat moet ik proeven? Nou, ze willen graag iets zoets. Oh, ik zal ze iets zoets geven. Zet je maar schrap. Dit wordt namelijk heel pittig. Jij kunt ook geen dag vrij nemen, of wel? Het is een kwestie van trots. Ik wil aan Altgirl bewijzen dat mijn suikerspinnen en hagelslag net zo cool zijn als haar chique thee en hartige desserts. Ik heb heel misschien wel te veel hooi op mijn vork genomen. Dat wel. Ik help je wel. Uw bestelling. Ha. Alsjeblieft. Ik heb ze. Nou, hoe zie ik eruit? Voilà. Je bent een waar meesterwerk. Maar je schoonheidsreis eindigt niet hier. Neonlicious gaat je helpen met een spetterende nieuwe outfit die iedereen van hun sokken zal blazen. Zelfs de jouwe. Wauw, hey Neonlicious. Oké,
Wie is er dan? Oeh. Welkom bij de Bibi Boutique. Ben je klaar voor een Neolicious makeover? Oh, nou dat kun je wel zeggen, Queen. Ja! Dit is misschien wel het allerlekkerste wat ik ooit heb gemaakt. Ziet er heerlijk uit. En het ruikt... heerlijk. Het ruikt... heerlijk. Dit is echt heerlijk. Help! Pittig! Oh, daar heb ik wel iets voor. Water. Is dat niet... het allerlastigste boba-theerecept ter wereld? Haha, nou en of ja. Ik ga het vandaag perfectioneren. Hoe gauw? Gauw, maar wel in ruil voor een gunst. Vertel iedereen hierover. Ik kan nog niet praten. Ik heb wel. Komt dat zien, komt dat zien. Kom kijken hoe Artgirl de legendarische ultieme tropische matcha thee maakt met heerlijke mango boba. En aanschouw de eerste queen in Glitter City die het recept aandurft. De Malathon was een succes, Prins Bee. Dankzij de donaties van iedereen zal Queen Bee in staat zijn om de hangplek van haar dromen te maken. Dat is geweldig, maar waar is Queen Bee? Ik kan wel wat hulp gebruiken. We moeten haar vinden om het goede nieuws te delen. Oh, met jou reken ik later nog wel af. Als je vooraan in de rij wilt staan voor de ultieme, tropische matcha thee met heerlijke mango boba. Wees getuige van deze culinaire magie. Theezettende magie? Hoe dan ook. Het wordt een magisch spektakel. Nou, dat waren de laatste muntjes. Ik was net klaar met mijn laatste mani-pedi en zag een menigte buiten het café staan. Wat is er aan de hand? En waarom werken jij en Altgirl niet meer samen? Jullie zouden onverslaanbaar zijn geweest. We konden het niet echt eens worden. Zoals gewoonlijk. Ja, en je liep volledig voorop. Totdat Altgirl besloot een superchic recept klaar te maken. Oh, maar het is niet zomaar een chic recept hoor. Het is legendarisch in allerlei keukens en receptenblogs over de hele wereld. Dat klinkt nogal riskant. Oh, het is super riskant. Nou, wat ze ook aan het doen is, het werkt wel. Moet je die menigte zien? Ik weet dat ze zwemt in de muntjes. Ik ga anders wel even een kijkje nemen om te zien hoe het met haar gaat. Super casual. Gewoon chill, weet je wel. Klaar? Het is showtime. Oké, chef, begin! Aanschouw haar mesvaardigheden, mensen! En nu het beste deel. Hoe ze de mango super zoet krijgt. Oh, hi Candelicious. Kom je meer klanten van me stelen? Natuurlijk niet. Vrijwel iedereen in het winkelcentrum is hier. Ik wilde gewoon zelf naar de show komen kijken. Oh, nou, zie je. Ik wist het. Sommige mensen hebben dus wel verfijnde smaak. Nu moet ik mij concentreren. Het is tijd om boba te maken van deze lekkere mango puree. Maar om dit te laten werken, moet de sfeer hier helemaal perfect zijn. Geacht publiek, denk aan positieve dingen. Kom op! Stop daarmee! Wat doe ik verkeerd?
Je bent zo aardig. Ben je dan niet meer boos op me over eerder? Nee. Altgirl, als je dit voor elkaar krijgt, is dat belangrijker dan die munten of een suffe wedstrijd. Ugh. Kijk, hierom vind ik je dus zo vreselijk irritant. Niet alleen ben je de betere bakker, niet alleen zijn je donuts populairder dan de mijne, maar nu moet jij ook nog eens de betere persoon zijn? Niemand kan constant zo aardig zijn. Het is vreemd. Ugh. Oef, dat gaat echt een flinke klus worden om op te ruimen. Ik ben weg hier. Wow, wat is hier in vredesnaam gebeurd? Ik zal een dweil zoeken. Eén dweil? Breng ze allemaal maar mee. Maar serieus, wat is er gebeurd? Oh my gosh, oké, dus. Het begon allemaal vanmorgen toen Altgirl zo zei van... Ik weet dat ik meer muntjes kan krijgen dan jullie. En wij dachten dat ze niet zou kunnen winnen. Dus er zit wel manga op je muntje. Dit is niet grappig. Nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Wat betekent dat ik het recept nooit op tijd af ga krijgen. Ach, alles is geruineerd. Dit gaat helemaal nergens over. Oké, misschien ben ik vandaag een beetje te intens geweest. Er is niets mis met een beetje passie. Maar je kunt leren je woede een beetje te beheersen. Het is maar een tip. Nou, ik had de tijd van mijn leven. Ik neem deze mee en vertel jullie vanavond wie de winnaar is. Luister, het spijt me dat alles een beetje uit de hand liep. Dit had gewoon een leuke wedstrijd tussen vrienden moeten zijn, weet je? Ah, oh, je zei dat we vrienden zijn. Ja, ja, alsof je dat niet al lang wist, joh. Wauw, aan de positieve kant. Deze manko's zijn echt verrukkelijk. Ze zouden een geweldige donutvulling zijn. Ja, we zouden samen wel een recept kunnen bedenken. Als je wil. Natuurlijk wil ik dat. Oké, maar eerst, heb je misschien nog tips om mango uit een kattenboom te krijgen? Perfect. Het is suikerspin roze. Ik dacht dat het leuk zou zijn om eens iets anders te doen, hè? Huh? Nou, dit moet ik zien. Wauw. Miss Glam, jij weet echt als geen ander hoe je een queen zich als nieuw moet laten voelen. Ach, ik moest iets leuks doen voor de beste marathonpartner die iemand zich kan wensen. Ik heb geteld. En toen heb ik opnieuw geteld. En... het staat gelijk! Dus ik zat te denken dat jullie allemaal kunnen helpen met het ontwerp voor de Sister Slay Space. Wat vinden jullie ervan? Ik weet niet hoor. Waarom ook niet? Na vandaag zal hieraan samenwerken een eitje zijn. Yay! Wat voor ideeën hebben jullie? Het moet absoluut een stijlvolle ervaring zijn. Met overal neon. En pastelkleuren dan? En glitter? Geen glitter. Maar... nope. Ah, oh, kom op, old girl. Misschien spikes met glitter dan. Niet te doen, jullie. Ja, Honeylicious, eindelijk. Eindelijk is het ons gelukt. Onze eigen opnamestudio. Bedankt dat je wilde helpen, MC Swag. Dit is allemaal tweedehands, maar vintage audioapparatuur rockt. Ik ben echt gek op knoppen. Komt goed, ik regel de techniek wel.
Er is niemand zo goed met techniek als jij, Honeylicious. Ik weet zeker dat het wel goed komt. En we hebben een geweldig uitzicht. Verrassing! En zij hebben allemaal ook een cool uitzicht. Echt waar. Ik regel dit. Natuurlijk. En wij hebben meer spullen om te regelen. Heeft er iemand tijd voor een walk-in? Iemand? Hallo? Miss Glam? Je dacht toch zeker niet dat ik Miss Glam hier alle plezier zou laten beleven? Lady Braid! Oh, werk jij hier nu ook? Je bent een legende! Ik heb deze plek gekocht. Ik begin een keten van Shine On salons. Nou ja, twee salons tot nu toe. Hey, zo te zien is iemand anders ook aan het uitbreiden. Het opzetten kost nog wat tijd. Maar we hebben die opnamestudio in een mum van tijd draaiende. Ik bedoel, Honeylicious dan. Oh, het is dus ook jouw opnamestudio? Absoluut. We zijn al de hele dag bezig met inrichten en opzetten. Oh, mag ik om een gunst vragen? Ik krijg uitzendtijd op het omroepsysteem van het winkelcentrum. Zouden jullie vandaag een promo willen opnemen voor de salon? Het zou fantastisch zijn als het professioneel zou klinken. Mijn salon heeft een boost nodig. Ik geloof dat we zelfs een directe verbinding hebben met het omroepsysteem van het winkelcentrum. Weet je zeker dat je dit kunt doen? Jullie hebben best al een drukke dag. Ja! En ik weet zeker dat Honeylicious het ook graag wil doen. We kunnen niet wachten om op te gaan nemen. Ook al is het een promo in plaats van een liedje. Hey, MC Swag, kun je daaronder kruipen om te kijken of die stickerdoos aanstaat? Hey Honeylicious, ik denk dat ik ons eerste project heb. We gaan een kleine promo opnemen voor Lady Braids en de salon. Top! Ik moet alleen nog een paar dingetjes werkende krijgen. Maar we kunnen vast binnenkort opnemen. Yep, alles staat aan! Blijkbaar moet ik nog een paar andere dingetjes uitzoeken. Staat de andere schakelaar aan, MC? Ik ga kijken. Nu moet ik ze alleen nog vertellen wat ze moeten promoten. Wat dacht je van een bepaalde stijl of... Nou, qua vlechtstijlen kan ik... Nederlands, Fulani, driehoekige doos, godin, steek, cornrows, vlinder, de gevlochten pony. Nou, ik wil wel iets dat bestand is tegen reizen en de zon en leuke dingen doen. Ik moet experimenteren om te beslissen. Experimenteren? Tja, ik probeer graag nieuwe dingen. Haha! Ik geloof dat alles werkt. De microfoon is verbonden met de booth. We kunnen de opname voor Lady Braids niet doen zo. Het is gewoon onmogelijk. Ik zal het er zeggen. Maar ik haat het om een vriend teleur te stellen. Hey, Royal Bee. Wat? Echt waar? Oh, nee. Oh. Goed, ik zal jou niet teleurstellen. Zelfs als iemand anders mij teleurstelt. Hoe reageerde ze? Verdrietig. Ik denk dat ze erg teleurgesteld is. Nou, we doen ons best. Dat weet ik. Nou, prima. Als ze hun beloftes niet nakomen, prima. Prima! Prima! Prima!
Oh, prima. Ik vind het prachtig. Vertrouwd, maar dan nog beter. Wauw. Sunset ziet er geweldig uit. Je had al die stijlen moeten zien die Lady Braids daar aan het uitproberen was. Lady Braid stylt topkapsels in haar salon. Waanzinnig. Lady Braid stylt haar zoals een goochelaar trucs doet. Nou en of. En als je er geweldig uit wil zien, zij kan alles vlechten. Niemand vlecht beter. Kijk maar naar het haar van Sunset. Yep, Lady Braid verdient als geen ander haar geweldige reputatie. Hey, staat er nou een lange rij voor de salon? Dank jullie wel. Echt super bedankt. Jullie zijn de beste. Geen probleem. Graag gedaan. Heel graag. Zoveel aandenken zijn bewaard. Je hebt er wel duizend. Weten jullie deze nog? Onze uitnodiging voor het Queen's Gala. Dat was episch. Ik heb zelfs de verfbus bewaard van die waanzinnige achtergrond die je toen had geschilderd, Swag. Oh. En? Kleur 707 Magenta Meltdown. Oh, hiermee heb ik toen ons portret gerepareerd. Oh, en ik moet dit hebben achtergelaten naar ons spookachtige logeerpartijtje. Het was spookachtig. En aan deze sleutelhanger zat mijn allereerste sleutel toen ik dit huis kocht. Alweer een jaar geleden. Wow, dat betekent dat het jubileum is van de dag dat je het House of Surprises kocht. Dit moeten we vieren samen. Met een feestje. Dat betekent dat we creatieve cadeaus maken voor het huis. Ja. Dat vind ik nou een top idee. Laten we het doen. Wij ook, toch? Tuurlijk. Iedereen weet dat je bij vrienden blijft. Natuurlijk jullie ook. Wow. Ik ben voorbereid. Ik heb altijd al gewild dat dit een creatieve plek voor mijn vrienden zou zijn. Ga je gang. Maak een plan voor jullie creatieve cadeaus. Hey, hoe teken je een liedje? Ik weet niet waar ik goed in ben. Huh? Is er iets in de hand met Swag? Wat een leuke plek hier. Oh nee, iedereen weet dat je bij vrienden moet blijven. Misschien heeft Swag hier wel leukere vrienden. Ik heb erover nagedacht en ik heb eindelijk een plan voor mijn cadeau. Ik ga een collage maken. Een collage van mini-jurken. Als in, geen korte jurken, maar miniatuurjurken in een collage. Oh. Dat is fantastisch! Ik ga een speciale deurbel maken met mijn stem die zingt welkom! En ik ben bijna klaar met mijn discobal bloempot. Dat is zo cool! Ik hou ervan! Hey, waar ga je de jurkcollage hangen, Neonlicious? Misschien daar zo? Wat een ontzettend goede vraag! Ik zat te denken aan de westkant vanwege het fijne ochtendzonnetje. Hey! Helm! Vraagt niemand van jullie zich af waarom Swag steeds weggaat? Dat is inderdaad vreemd. Maar ik heb ook een vraag. Wat ga jij doen voor het huis, Western Honey? Nou, het gaat nu niet om mij.
Het gaat nu om swag. Swag in haar nieuwe omgeving en misschien zelfs haar nieuwe betere vrienden. Waar heb je het over, Western Honey? Swag! Ze is weg naar een nieuwe hangplek. Is het niemand opgevallen dat ze niet eens zegt wat ze gaat doen voor dat houtjubileum? Zo is Swag gewoon. Soms is ze wat stil, haar plek aan het vinden. Die vindt ze aan de andere kant van de stad. Nou, wij maken graag nieuwe vrienden. Hoe meer, hoe beter. Maar ze brengt ze niet hierheen. Daar naartoe. Ik durf te wedden dat we stiekem vervangen zijn. Dat is belachelijk. Ik kan het laten zien als we er volgen. Hou je gedijst als een cowboy in het Wilde Westen. Kom maar. Wacht even allemaal. Dit is echt belachelijk. Swag gaat echt niet stiekem zomaar naar een andere hangplek toe. Huh? Oh, we zijn echt vervangen. Ja, wij in het House of Surprises. En wat moeten we nou doen dan? Swag, wat is er aan de hand? Wat hebben we verkeerd gedaan? Oh, wat doen jullie hier? Het had een verrassing moeten zijn. Een verrassing? Nou ja. Ik was bezig met portretten van mijn favoriete House of Surprises herinnering met ieder van jullie. En daarna zou je ons verlaten voor een nieuwe hangplek. Oh, ik had een aparte plek nodig om te schilderen en om het een verrassing te houden. Kijk, dit was toen je me op het dak liet schilderen, Royal Bee. Dit ben jij in de game die je had meegebracht, Lady Diva, Bibi Driver. Dit ben jij op een spookachtige logeerpartijtje, Neonlicious. Oh ja, ik slaap inderdaad met mijn hoed. En jullie twee? Ik heb het vermoeden dat jullie achter dit kleine drama zitten. Nou, het was eigenlijk vooral haar idee. Welkom! Wat is er, Western Honey? Ik weet nog steeds niet wat ik voor dit houtjubileum kan geven. Waar ben ik eigenlijk het beste in? Nou, jouw talent is misschien overdrijven. En op dit moment heeft dit feest muziek nodig. Juist. En het moet waarschijnlijk zo'n 140 beats per minuut zijn. Iedereen weet dat een feestje begint met 140 beats per minuut. Overleven. Ben je echt het hele weekend niet thuis? Yep, want dit is hoe mijn schema eruit ziet. Ik heb een fotoshoot, modeshow, interview en nog een fotoshoot. Neonlicious, we staan allemaal klaar buiten. Ben jij zover? Ja, zeker. En je weet zeker dat we niet met je mee kunnen? Deze keer niet, Bibi. Maar je zult het hier hartstikke gezellig hebben met je... met je oppas, die... ik absoluut heb geregeld ver van tevoren. Oeh, ik kan wel oppassen. Wat? Ik heb tijd en ik vind het met Diva ook altijd enorm gezellig. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik bedoel, je bent niet de meest volwassen queen in huis, snap je? Nee, dat snap ik niet. Leg uit. Ik bedoel, je weet hoe je leuke tijd moet hebben en een geweldige show moet geven, maar deze twee zijn echt een handvol. Hey!
Ik probeer alleen maar te zeggen dat het misschien beter is als Royal Bee of Swag het doet. Sorry, ik ben het hele weekend in de opnamestudio. Swag werkt aan een muurschildering in het centrum. Dus, dan doe ik het. Denk je dat ik het niet aan kan? Nou. Ik zal zo verantwoordelijk zijn dat je mijn naam moet veranderen naar Lady Verantwoordelijkheid. Viva la! Wat ruimt er op verantwoordelijkheid? Nou ja, als er niemand anders kan. Kom maar op! Ik ga een super oppa zijn. Ik ga je pakken! Ik ga je pakken! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Dat was zo goed! Oh ja! Laten wij ontbijten nu! La 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 la! Misschien hebben we het mis. Oh ja, ze heeft dit helemaal in de pocket. Wow! Alles is in orde. Ik kan dit. Oh jee. Oh, die ook. Nog een klein beetje hoger nog. Dat is wel erg veel suiker. We hebben hier altijd pannenkoekentag op vrijdag. Weet je heel zeker dat je niet liever een gebalanceerd ontbijtje zou willen? Dat klinkt zo saai. Oh, ik ben echt niet saai. Laten we bakken. Bon appétit. Schoonmaaktijd. Wie wil er afwassen? Oh nee. Daar. Oh nee. Lady Diva, de vloer is lava. We kunnen spelen nadat de keuken is schoongemaakt. Maar schoonmaken is niet leuk. Dit is leuk. Ik ben de koningin van de vulkaanberg. Je bedoelt zeker de koningin van de suikerziekteberg. Oeps. Ah, je had gewond kunnen raken. Maar ik ben oké, er is niks aan de hand. Eerst wel, we maken schoon, maar eerst moet je ons te pakken krijgen. Ready, Kitty? Wacht! Oh. Je bent niet de meest volwassen queen in huis. Het is misschien beter als Royal Bee of Swag het doet. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Heb jij Neon Cutie of Neon Kitty hier ergens gezien? Nope. Sorry. Oh. Huh? Hebbes! Tja, langzaam. Het is misschien beter als Royal Bee of Swag het doet. Je bent niet de meest volwassen queen in huis. Niet de meest volwassen queen als er niemand anders kan. En nou is het genoeg geweest, jonge dame. Het is tijd om te stoppen met irritant te zijn en om op te gaan ruimen. Nu. Ja, mevrouw. Sorry. Wil je hierna samen een spelletje spelen? Nee, echt nee. We kunnen ons verkleden en een modeshow houden. Dat hoeft niet. Ik zou je niet weer willen irriteren. Dat meende ik niet, Neon Cutie. Ik wilde gewoon zo graag bewijzen dat ik verantwoordelijk kan zijn. Dat ik het op jou afreageerde. Het spijt me dat ik zo boos tegen je deed. Echt waar? Echt waar. En ik ga het goed maken met je. Hoe?
think you're so outrageous. I rock the scene, a misfit with attitude. No VIP, I don't need your guest list. Let's make a little mischief when I turn up the noise. My rip stomps over your chords. You rock star rebel, huh? Say watch us, face and trouble, and you're so hot. Is de oppas der wereld? Zie je wel? Ik kan dit. Ah, makkelijk. Schoonheid, wat zie je er weer stralend uit. Royal B, vergeet je niet iets. Dank je, Candylicious. Als ik jou toch niet had. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Want het nieuwe refrein is nu eindelijk perfect. Ik ben hier zo klaar voor Lone Star. Spring in de booth. Dit zal niet lang duren. Nou, het staat erop. Oh, gelukkig. Mijn stembandjes begonnen een beetje roestig te klinken. Morgen rond dezelfde tijd? Morgen? Natuurlijk. Hey, Queen. We zijn klaar om op te nemen. Schrikt dat? Natuurlijk, Fame Queen. Ik ben er ook klaar voor. Dol op je enthousiasme. Wie gaat er eerst? Laten we beginnen met de drums. Jullie hebben haar gehoord, dames. Laten we rocken! Goed werk, iedereen. Ik denk dat er hier wel een paar hits tussen zitten. Wanneer nemen we de zang op? Ik heb geoefend op mijn rockster vibrato. Nou, ik ben morgen in de studio, maar ik... Perfect. Ik ben de hele nacht vrij, dus we kunnen opnemen zo lang als je wilt. Nou, oké. De volgende keer moet je ons waarschuwen voordat je gaat, Royal B. Grappen werkt aanstekelijk. Sorry, het was een lange dag en nu ben ik toe aan een dutje. Maar je zei dat je vanavond met ons zou schilderen. Oh ja? Je hebt er overal ja tegen gezegd, of niet soms? Nee, natuurlijk niet. Hey, Honeylicious. Wacht, rustig aan. Oké, maar... natuurlijk kan ik morgenavond een presentatie geven. Stuur ze maar door. Ik ben gevraagd om een presentatie over muziekproductie te geven aan de Muziekwaardering Club. Morgenavond. Er ontbreekt nog iets. En nu dan? Het is een meesterwerk. Dit is leuk en ontspannend. Wil je geen lol hebben en ontspannen met ons? Dat zou ik wel willen, maar ik heb een presentatie te plannen. Veel plezier. Ze heeft vakantie nodig. Absoluut. Maar ze neemt er geen. Nee, ze verlaat het House of Surprises niet als iemand haar nodig heeft. Wat als ze niet weg hoeft? Wij kunnen de vakantie naar Royal B halen. Lone Star, waarom ben jij nu al in de studio? Ben ik te laat? Ik ben te laat. Uw
uw ontbijt is opgediend. Ruikt heerlijk, bedankt. Oké, laten we wat zang opnemen. Juist, dat is vandaag. Oké, laten we beginnen. Ik heb inspiratie. Kunnen we alsjeblieft een nieuwe demo opnemen? Alsjeblieft. Laat maar horen. Voilà! We willen Royal Bee de ultieme thuisvakantie geven. Wauw, het ziet er top uit, Bibi's. Wacht, je hebt het beste nog niet eens gehoord. Wat is dat? Natuurgeluiden. Dat hoort ontspannend te werken. Wat vind je ervan? Ik ben ontspannen. Oeh, het werkt! Nu hebben we alleen nog onze eregast nodig. Welkom bij je thuisvakantie. Maar ik heb hier geen tijd voor. Het spijt me. Kom gewoon heel eventjes zitten. Omhoog met die beentjes. Je hebt je rust nodig en je voedingsstoffen. Drink dit. Maar ik ben in orde. En de muziekwaarderingclub kan hier elke minuut zijn. Ah. Zie je? Je hebt rust nodig. Maar ik ben niet moe. Presentatie! Dat was zo cool. Als ik een beat maak die ik leuk vind, wil je er dan naar luisteren? Tuurlijk. Kom langs wanneer je wilt. Hey Royal Bee, bedankt dat je Swag haar beats liet demonstreren. Ja, ze heeft ons wat trucs geleerd. We kunnen niet wachten om meer te leren. Zelfde tijd volgende week? Misschien doen we dit eens per maand. Wat zeg je daarvan? Deal. Bedankt dat je dat voor me hebt gedaan. Het was leuk om de presentatie te geven. Je weet dat wij altijd klaarstaan om je te helpen. En je mag soms zelfs nee zeggen tegen werk. Ik kan echt wel nee zeggen. Ja, tegen leuke dingen. Maar iedereen vraagt een hoop van je, Royal Bee. En je zegt altijd maar... Ja, nee zeggen is een makkie. Kijk, dan doe je gewoon... Nee! Nee, nee, nee! Bedankt. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Bedankt, Queens. Yay! Ben je klaar voor je thuisvakantie? Zo klaar. Wat is dat? Walvisgeluiden. Werkt ontspannend, hè? Voorzichtig, katjes. Ah, pannenkoeken. Perfect om je dag mee te beginnen. Het lijkt inderdaad een perfecte dag. Niets kan het verpesten. Hey, groovy babe. Wauw, super groovy om jullie allemaal hier te zien. Ik heb helaas niet zo groovy nieuws. Uh-oh, ik heb jou nog nooit zo niet chill gezien. Nou... Hou je chakras maar vast, want het Queens... Zijn ze in orde? Het Queens... Ja? Het Queens Gala is dit jaar geannuleerd, omdat de locatie wordt gerenoveerd. Nee, nee, nee! Wat is een locatie? Wat het ook is, het gaat niet goed met haar. Kijk naar deze stemmingsring, getraumatiseerd. Ik ook. Ik weet niet eens wat een locatie is.
Geen Queen's Gala dit jaar. Geen baljurken. Geen rode loper. Geen gedans. Oh. Ik weet dat het jammer is, maar laten we van de katjes leren en wat zonneschijn op het dak opzoeken. Een beetje zon vrolijkt ons vast op. Oké. Ah, kop op. De katjes hebben het leuk. Komt door de zon, zijn ze gek op. Ik ook. Oh. Ja, het werkt. Iedereen wordt vrolijker van wat zonneschijn. Dat is het. Laten we een zonneschijnfestival organiseren. We hoeven niet te mopperen over het Queen's Gala. We kunnen zelf een evenement organiseren. Ik zie het al voor me. Het kan een gigantische talentenjacht zijn. Een zonneschijnfestival? Dat is een geweldig idee. Ja, ons eigen evenement. Wij zijn hier de perfecte queens voor. Klinkt super tof. Als iedereen hun act snel voorbereidt, zal ik de leiding nemen over alle details. Beloofd. Iedereen doet mee. Ik maak een muurschildering bij de ingang. Ik heb bijna een lied uitgekozen. Nog 17 liedjes om te oefenen voordat ik kies. Ik kan niet wachten om te presenteren. Ik heb mijn outfits al ontworpen met Groovy Babe. We delen de modellen. 4 outfits elk. Ik ga Groovy Designs op verschillende stoffen maken voor de mijne. Dit hele evenement voelt beter dan een gala. Het is onze eigen talentenjacht. Muziek, kunst, mode, talent. Het wordt echt zo gaaf. Alleen maar goede vibes. Yep. Aha. Oh, nee. Ja, ja, dat zou perfect zijn. Hallo, met Neonlicious, de designer die zal presenteren op het Zonneschijnfestival. Oh, nee. Ja, het was wel wat krapjes, ja. Zijn er geen schildersdoeken beschikbaar? Ach, zoveel zangoefeningen. Ik heb bijna geen stem meer over. Oppassen? Maar ik heb een zonneschijnfestival om te presenteren. Oeh, ik hou van een uitdaging. Ik regel dit. Oeh, ja, voor zaterdag. Super. Schildersdoeken zijn onderweg. Tats komt toch? Gracie zal komen helpen met oppassen. Je keel voelt vast al een stuk beter. En ik heb modellen geregeld. Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl kunnen elk moment arriveren. Je hebt het geregeld. Wacht. Wie zijn Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Girl? En waar zijn Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Girl? Oh, ze zijn hier. En ze dragen allemaal onze outfits die we voor de show hebben ontworpen. Ah, prachtig! Ja, ik regel dit. De kleren zijn exact als de ontwerpen, net als de schetsen. Hou van de luxe van deze outfits, meid. Van deze kleuren wordt een eenhoorn nog jaloers. Bedankt dat jullie zijn gekomen. Dit zijn mijn vrienden. Royal Bee, Swag, Lady Diva en Neonlicious. In persoon. Zo blij dat jullie er allemaal zijn. Zo blij. Willen jullie een tour van het House of Surprises? Oeh ja, ik word nu al blij van deze fijne vibes. Deze plek is helemaal top. En wat een goede akoestiek. Ik kan niet wachten om het hele huis te bekijken. Wat een aandacht voor detail. Ga jullie gang, ik kom er later bij. Ik kan maar niet geloven dat jij mijn kleren modelleert voor het Zonneschijnfestival. Jij en mijn ontwerpen zien er top uit. Nou, dit zijn Sunrise,
Switches, Bubblegum DJ en ik ben Stellar Girl. Is het mogelijk om sapjes te drinken in de diner strakjes? Natuurlijk. Als jij graag sapjes wilt, regelen wij dat. Ik maak een notitie. Ik heb ook nagedacht over liedjes voor ons optreden. Ik heb ook suggesties. Ik maak een lijst. Zij is de organisator. En het belangrijkste om op te schrijven, waar is het festival? Oh ja, Groovy Babe heeft alles geregeld vandaag. Laten we het haar vragen. Zelfs ik ben verbaasd dat ik alles geregeld heb. Hey Groovy Babe, vraag je, wat is de locatie van het festival? Oh nee, ik heb alles geregeld, behalve het allerbelangrijkste. Dat was de tour van het House of Surprises. Doe vooral alsof je thuis bent tot het Zonneschijnfestival. De enige plek die je net zo leuk zou vinden, is die locatie. Ik weet nog steeds niet wat locatie betekent. We hebben er zo'n zin in dat we een fotosessie hebben afgezegd om hier te zijn. Het is het waard. Hoi, Groovy Babe. We werden afgekapt eerder. Maar wat is de locatie van het festival? De Glitter City Bowl? Het Sprankelstadion? Weet je, dit dakterras is prachtig. Perfect voor repetities. Maar waar wordt het Zonneschijnfestival gehouden? Nou, misschien op dit prachtige dakterras. Wat? Voor 300 mensen? Geen evenement waar ik bij ben heeft minder dan 500 mensen. Oh nee, nee. Is er iets mis? Oké. Ik ben vergeten om een locatie te boeken. En alle locaties in de stad zijn nu al volgeboekt. Oh. We raken er kwijt. Mijn stemmingskristal is ook niet blij. Nou, bekijk het van de positieve kant. Zodra ik erachter ben wat dat is. Maak je geen zorgen allemaal. Ik regel dit, hoe dan ook. Ik heb nog één idee om te proberen. Ik denk dat ik weet wat je in gedachten hebt. We zullen een unieke locatie vinden. Jij gaat naar het oosten, wij naar het westen, jij naar het zuiden... en dan ontmoeten we elkaar bij de Kristalwoestijn. Nou ja, we kunnen tenminste genieten van de zonsondergang. Het is hier inderdaad prachtig. Wauwie, kijk hoe gelukkig je hier bent. Howdy allemaal. Ik was net hoefijzers aan het ophangen en hoorde jullie aankomen rijden. Maar hoezo kijken jullie nog droeviger dan een natte prairie hond? We zijn op zoek naar een festivallocatie omdat ik een foutje heb... gemaakt. En deze queens kwamen om model te lopen en... Dit is verschrikkelijk. Zei je net locatie? Ik heb geen idee wat dat betekent. Het is een ander woord voor plek. Ik ben te druk met het bouwen van een podium om jullie geruzie op te lossen. Wie blijft schreeuwen, eruit. Lone Star, hoeveel extra hamers heb je nog? Yeeha! Ik weet wat je denkt en ik kan de hulp goed gebruiken. Maar ik ben niet echt een ontwerper. Ik wel. Wauw, ik kan niet geloven dat het ons gelukt is. Iedereen is opnieuw bevestigd. Er zijn zoveel acts. Iedereen krijgt 5 minuten. Phew, ik zal echt nooit meer een detail langs me laten glippen. Ach, iedereen maakt wel eens een foutje als er haast is. Hoe zit het met de kleedkamers? Oh, die zijn er niet. Maar om beide modeontwerpen te laten zien, hebben we een kostuumverandering nodig. Oh, oh. Het
Het is oké. We kunnen wel ieder twee van onze ontwerpen laten zien. Nee, het is niet jouw fout. En ik wil niet dat het ten koste gaat van jouw mooie ontwerpen. Ik regel dit. Dat is super aardig van je, Groovy Babe. Zo lief dat ik kan huilen. Of je knuffelen. Oh, ik ben een vroege vogel, dus ik ga maar eens een uiltje knappen, oké? Okay? Ja, we hebben allemaal wat rust nodig voor het festival morgen. Mee eens. Als de modellen straks voor deze deur komen, draai ik deze schakelaar om en hun outfit zullen veranderen in mijn ontwerpen, vlak voor je ogen. Bedoel je daarmee dat de modellen jouw outfits dragen, maar anders? Jullie zullen elk model te zien krijgen, twee looks, het origineel van Neonlicious en daarna mijn ontwerp. Net als magie, een transformatie. Showtime, Queens! En daar gaan we. Oh, het is showtime. Je hebt je best gedaan, echt waar. Maar we moeten nu gaan. Misschien moet je gewoon gaan genieten van de show. Jij hebt het allemaal geregeld. Na zoveel werk voelt het alsof ik er geen deel van uitmaak. Dat is jouw teken. En dit zijn de fierste modeontwerpen van de geweldige Neonlicious. En dat was de geweldige transformatie naar de prachtige ontwerpen van Groovy Babe. Hé, hey, Groovy Babe's ontwerpen verschijnen gewoon. Wat magisch. Wauw, dit is de grootste verrassing in de geschiedenis van verrassingen. Wij zorgen voor muziek en voor kleur. Tijd voor roze. Je weet dat ik graag mijn uiterlijk verander. Ik ben altijd in ontwikkeling. Ben je klaar om keihard te shoppen? Kunnen we beginnen met Boba? Sorry daarvoor. Snow Bunny, ik denk dat ik mijn groep gevonden heb. Schaatsers! Al nieuwe rolschaatsers voor ons gevonden? Nee, maar heb geduld. Het is nog vroeg. Maar ik heb maandenlang leren rolschaatsen. En nu ben ik klaar om de baan op te gaan. Als jullie op zoek zijn naar een schaatser, zoek dan niet verder. Ik ben The Rose, de aanvulling op jullie team. Kun je achteruit schaatsen? Uiteraard. Weet je hoe je moet dippen? Mijn specialiteit. Wij drieën nemen rolschaatsen enorm serieus. Ik ook. Heel serieus. 1 seconde. Rose,
Ik denk niet dat ze op ijs schaatsen. Je bent binnen. Welkom. En het eerste wat we gaan doen is de whip and dip perfectioneren. Het is een super brute truc. En we hebben jouw hulp nodig om hem te doen. Maar ik kan niet wachten. Ik moet alleen even mijn wielen draaien en mijn elleboogbeschermers poetsen voor ik het ijs op ga. De baan. Hoorde je dat? Ik word straks een schaatslegende. Mensen zullen eindelijk mijn talent waarderen. Dat vind ik geweldig voor je. Maar hoe zit het met de wielen? Jij schaatst op ijs. Nou. Oh. Wow. Het is me gelukt. Wow. Je doet het super. Dat was zo slecht nog niet. Je hebt zelfs een heel rondje om de baan gedaan. Serieus? Oh, hey! Wil je met ons trainen? Oh, ik ben net klaar met een lange trainingssessie en mijn benen zijn net pudding. Oké, maar niet hier. Ik heb een geheime plek nodig. De laatste plek waar iemand zou kijken. Disse! Je bent hier vrij nieuw in, of niet? Waarom denk je dat nu weer? Nou, je hebt mij om hulp gevraagd. Dat is al best wel raar. Ik bedoel, ik heb nog steeds van je te goed voor Winter Fashion Week. Zet maar op de rekening. Kijk uit! Weet je wel zeker dat je geen echte lessen wilt? Misschien op de baan? Nee, niemand mag mij op deze manier zien. Maar bij jou vind ik het niet erg. Jij bent lief. Soort van. Inderdaad. Morgenochtend ken ik vast al trucs. Ze gaan zo onder de indruk zijn. Ik kan niet wachten om het ijs op te gaan. Er is geen ijs. Weet je nog? Chick. Dat is een dip bij rolschaatsen? Op het ijs betekent het gewoon dat je hurkt en je tenen aanraakt. Maar Rose is er. Nu kunnen we eindelijk de whip and dip oefenen. Yep, yay. Even mijn schoenen wisselen. Ah, het is gelukkig niet druk vandaag. Rose, het is zojuist druk geworden. Interessante techniek. Zo warm ik op. Het ziet er raar uit, maar het werkt supergoed. Tijd voor een truc. Tijd voor een truc. LaRose, jij bent het staartje van de whip. Klaar om te vliegen? Hier komt de dip. Wacht, wat? Doe de dip, doe de dip, doe de dip.
Gaat het wel? Je ging net echt bizar snel. Zijn jullie niet boos? Waarom zouden we boos zijn? Ik ben een ijsschaatser, geen rolschaatser. Ik heb gelogen. Het spijt me. Dus je hebt dit geleerd in 2 dagen? Bizar! Je hebt talent, meid. Je moet gewoon eerst beginnen bij het begin. Ja, de whip and dip is verboden totdat je veel meer hebt getraind. Hoor ik dan nog steeds bij je team? Nou, het lijkt erop dat je je lesje wel hebt geleerd over eerlijk zijn tegen je teamleden. En misschien kun je ons eens wat ijsschaatstrucs laten zien. Ik laat jullie zoveel trucs zien dat jullie hoofd zal tollen. Dat noem ik nou een perfecte potels. Ze zien er top uit, Goldie. Hoe gaat het met de baby's? Oh, ze zijn zo gezond als maar kan. Hey, daar zijn onze favoriete klanten. Hi. Oh, wauw. Wat zien de vetplanten er schattig uit. Deze zou echt perfect staan in mijn nieuwe bloempot. Deze is nog een beetje jong voor een nieuwe pot. Maar als je blijft terugkomen, zal die groot genoeg zijn voor je het weet. Wat als ik het nou zelf kweek? Oeh, dat is echt een top idee. Maar je komt hier elke dag. Dat is bijna hetzelfde. Precies, ja. We kunnen je helpen met de winkel. We zien nu al maanden hoe jullie hier werken. Dat is best een leuk idee, maar de planten zijn allemaal nog vrij jong. En veel van hen zijn heel erg dramatisch. Ze hebben speciale zorg nodig. Maar misschien een andere keer. Wij kunnen het echt wel aan. En dat zullen we bewijzen. Ja, wacht maar af. Jullie zullen van gedachten veranderen. Zoals je kunt zien, hebben wij ons eigen tuingereedschap. En we hebben een zorgschema bedacht. Kijk maar. Zoe, indrukwekkend. Ja, jullie hebben goed werk verricht. Jullie zijn aangenomen. Yay! Ja. We zullen meteen aan de slag gaan. Kom mee, Earth Phoebe. Hallo, ik ben Grow Girl en dit is Earth Phoebe. En ik noem jou vanaf nu Josephine. We blijven in de buurt en we zijn over een paar uurtjes terug. De planten hebben al water en voeding gehad, dus het zou een simpel middagje moeten worden. Gewoon elk uur eventjes sproeien en nevelen zoals we jullie hebben geleerd. Verder niets. En niet vergeten, bel ons maar als je iets nodig hebt. Dit wordt echt zo geweldig! We krijgen de groenste vingers van de wereld. Tijd om te sproeien en nevelen. Ooit zijn jullie groot, ja, ja wees maar niet bang. Met blaadjes zo groen en wortels zo lang. Sproei en nevel. Ooit zijn jullie groot, ja wees maar niet bang. Ligt het aan mij of is dit een beetje saai? Ik had gedacht dat mijn vingers nu wel groen zouden zijn. Ja, hoe kunnen we nou bewijzen dat we supergoed zijn met planten als de planten helemaal niets doen? We moeten deze planten sneller laten groeien. Goed idee. Misschien dat meer water en plantenvoeding daarbij kan helpen? Alsjeblieft, Josephine. Laten we opschieten om klaar te zijn wanneer Goldie en Crazy terugkomen.
Zo te zien hebben jullie het goed gedaan, Bibi's. Morgen rond dezelfde tijd? Absoluut. Girl? Ja? De planten groeien maar niet. Wat moeten we doen? Oh ja! Om eten te kunnen maken hebben ze zon nodig. Heel veel zon. We kunnen ze verpotten. Goed idee! Plant! Pot! Rustig aan. Let op de... wortels! Het is oké. Ik denk dat het is gelukt. Niets werkt. En Gracie en Goldie kunnen elk moment terug zijn. We kunnen nu nog maar één ding doen. Alles verbergen! Het ziet er anders uit hier. Ik vind het prachtig. Goed gedaan, Bibi's. Zullen we vroeg sluiten en ijsjes gaan halen? Ja, graag. Oh, nee. We zitten diep in de problemen. Wat is er hier gebeurd? Ze hebben enkel water gehad. En plantenvoeding. En we probeerden ze sneller te laten groeien. Oh nee, kijk onze baby's nou toch. Het spijt me zo. Mij ook. Je zei dat we verder niets hoefden te doen. We wilden gewoon helpen. Nou weet je, veel nieuwe plantouders doen precies hetzelfde. Groene vingers krijgen kost tijd. En geduld. We zullen jullie alles leren wat we weten. Als jullie beloven deze keer te luisteren. Beloofd. Ooit zijn jullie groot. Ja, wees maar niet, ja, maar niet bang. Met blaadjes, blaadjes zo groen. Hallo François, je bent prachtig. En jij bent perfect, Henrietta. Misschien kunnen ze sneller groeien met onze hulp. Oeh, ik heb een idee. Waar is LaRose? Ze zei dat ze een grote verrassing had. Hallo, vrienden! Ah, wat vinden jullie ervan? Wauw, gruwelijk! Hoe heb je de ijsbaan hier weten te krijgen? Ik had nog wat te goed van sommige mensen. Nu is het eindelijk tijd voor mijn One Night Only, One Queen Show, LaRose on Ice. Het wordt echt geweldig. En als jullie helpen met voorbereiden, zal ik... Een 7-gangen diner voor ons maken? De show naar mij vernoemen? Naar ons bedoel ik. Ik zal jullie wat schaatstrucs leren. Dio! Het is zover. Dit wordt de beste show van mijn leven. Het zal echt niet zoals mijn laatste show worden, hoor. Winter Fashion Week was gewoon een trieste, spijtige, gênante kleine fout. Als jij het zegt. Ik weet het zeker. Ah.
En hoe gaat het met de nieuwelingen? Ze leren het stapje voor stapje. Mooi, ga zo door, Snow Bunny. Ze moeten zich gewoon meer op hun gemak voelen op het ijs. Maar zo te zien is Roller Chick wel klaar om iets nieuws te leren. Zij kunnen mijn hulp hier wel gebruiken. Kijk, LaRose, op één voet. Goed zo. Goed bezig. Ja. Jullie kunnen dit. Dat was super. Maar nu moet ik gaan oefenen voor mijn show. Maar het is al laat. Dus morgen dan maar. De tijd vliegt als je plezier hebt, hè? Bedankt voor de les. Tot morgen. Later. Doeg. Wat? Jij had plezier vandaag. Misschien. Hallo? Quiet Cutie zegt dat ze willen leren schaatsen en dat ze lessen nodig hebben. Alsjeblieft. Ik kan jullie morgen vroeg wel een korte les geven. Heel erg vroeg en heel erg kort. Dat gaat leuk worden. Maar echt maar voor heel eventjes dan. Daarna moet ik zelf oefenen. Ik heb het nodig. Oh, de andere Bibi's hebben vast over mijn show gehoord en willen nu een voorproefje. Ga. Wauw, super bedankt allemaal. Jullie mogen me zien oefenen, maar vergeet niet, de show zal veel beter zijn, want dan is alles perfect. Wat is er? Ik denk niet dat ze hier voor een voorproefje zijn. Ze zijn hier voor schaatslessen van je. Oh, iedereen hier? Nou, je hebt het ze wel beloofd. Echt waar? Je hebt gelijk. Eén snelle les dan. En daarna moet ik echt zelf gaan oefenen. Jee! Wow! Oké, en dan nu de beweging die ik jullie heb geleerd. Iedereen dip. Dat is het. Je kan het. Jij zou echt een geweldige coach zijn. Ik? Een coach? Pff, echt niet. Ik ben gemaakt voor de schijnwerpers. Daarnaast is schaatsen een solo sport en ik ben een solo act. Sterker nog, ik ga nu de ijsbaan vrijmaken om te oefenen voor mijn solo show. Maak je geen zorgen. Ik help je eerst nog met die nieuwe beweging. Maar nog eentje dan. Daarna moet ik op mezelf focussen. Ik geloof dat Quiet Cutie je de beweging wil laten zien die ze geoefend heeft. Oh, wel, ik moet de baan opruimen om te kunnen optreden. Misschien daarna? Tijd om van de baan af te gaan allemaal. We hebben een luidere stem nodig. Kijk uit! Dat is best een luide stem. Nee, LaRose, kijk uit! Mooi, ik heb je. Oh, het geeft niet. Het is niet erg om fouten te maken. Ik bedoel, ik maak constant fouten en leer er nog steeds veel van. Maar dat maakt het leven leuk. En weet je wat? Als er je dan eindelijk iets lukt, is het het helemaal waard. Gewoon blijven oefenen, oké? Dat was echt super tof van je, LaRose. Je bent echt veranderd sinds Winter Fashion Week, hè? Dank je, Neonlicious. Oké, iedereen. Het is tijd voor LaRose on Ice. Hup, van de ijsbaan al. Goed gedaan, baby's.
Weet je? Jij zou een goede coach zijn, LaRose. Waarom zegt iedereen dat toch steeds? Hou je kin omhoog voor balans. Nee, nee, nee. Kijk gewoon naar ons. Wel echt enorm rustig vandaag, zeg. Ja, maar soms is dat wel eventjes fijn. Geeft ons wat tijd om het rustig aan te doen, te ontspannen, de rozen te ruiken. Of de rozen thee. Hi, Speedster. Oh, joepie. Wij waren wel klaar met rustig aandoen. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb net de Glitter Grand Prix gereden. Ik ben als tweede geëindigd na Galaxy Girl in Hovercraft. Oeh. Uiteraard vind ik dat haar voertuig gedisqualificeerd had moeten zijn. Heb je tijd voor een smoothie? En meer verhalen over je races? Daarom ben ik hier. Daar zat ik dan, de eindstreep in zicht. Ik was net door de vierde bocht in fel daglicht. In de race, aan de leiding. En toen zag ik in mijn ooghoek Galaxy Girl. De zonschittering in haar bril verblindde me voordat ik gas kon geven. Ik kon niks zien behalve die geblokte vlag met Galaxy Girl's bumper voor mijn neus. Vertikkie. Nou ja, ik kreeg alsnog een lied op het podium voor de tweede plaats. Ik heb vast de volgende keer meer geluk. Ik kan het me niet voorstellen om te racen zoals jij. Nee, ik denk dat racen gewoon niet echt mijn ding is. Wat? Heb je me nodig in de studio? Wacht maar tot jullie me zien racen. Goed, ik moet er weer vandoor. Vertel ons meer. De baby's worden nooit moe van verhalen. Eigenlijk worden ze überhaupt vrijwel nooit moe. Bedankt voor de pitstop, Speedster. Hey, is dat Galaxy Girl? Nope, daar lijkt het niet op. Doei! Jullie nou hier? Wij zijn klaar voor het leven op de weg. Jullie zijn verstekelingen. Als dat betekent voorbestemd voor grootheid, dan ja. We willen aan een race meedoen. Nu. Dat snap ik, maar dit is alleen niet echt hoe het werkt. Alsjeblieft. We gaan niet naar huis totdat we uitgeput zijn van autoavonturen. Zal ik jullie moe maken met een leuke ritje? Dat klinkt niet echt als een race, maar ik hoorde het woord leuk, dus we doen mee. Nu zijn
zijn jullie vast uitgeput. Is het nu tijd voor onze race? Oh nee, blijkbaar ben ik de enige die uitgeput is. Maar ik denk dat ik een idee heb. Doe jullie ogen maar open. Tijd om te racen. Maar we willen gas kunnen geven. Vandaag kunnen jullie dat met jullie voeten doen. Jullie zullen het hele blokje om moeten rijden. Rustige bibi's, start jullie motoren! Nou, die bibi's hebben de smaak nu waarschijnlijk echt te pakken. Nee, je denkt toch niet dat... Ja. Einde. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Heb je die jurken gezien? Ze waren zo pofferig en vrolijk. En ik wed dat je er urenlang in kon ronddraaien. Nou, het is mijn favoriet vanwege alle magie en avontuur. Anker! Ja. Mijn favoriete deel was de romantiek. Zo dromerig. En al het gedans. Het gedans. Zo dromerig. Ik hou van dansen. Ik ook. Wij moeten een bal organiseren. De Slay Space is de perfecte plek. We kunnen al onze vrienden uitnodigen en een geweldige tijd hebben. Wat zeggen jullie ervan? Laten we beginnen met plannen. Laten we blijven plannen. Pak je dansschoenen en maak je maar klaar voor het bal. Mis het grote balfeest niet morgen. Op naar de promenade. Zorg ervoor dat iedereen een uitnodiging krijgt. Niemand zal dit feest willen missen. Begrepen. Elke baby krijgt een uitnodiging. Missie volbracht. En de versieringen zijn echt prachtig. Goed gedaan allemaal. Dit wordt het beste balfeest van de wereld.
uitnodiging. Laten we dansen. Lekker, maat. Woe! Hebben we Midnight Kitties uitgenodigd? Jawel, we hebben uitnodigingen gemaakt voor iedereen. Inclusief Midnight Kid. Weet je het zeker? We zouden niemand met opzet niet uitnodigen. We moeten hem gewoon vinden en onze excuses aanbieden. En dan kunnen we hem in persoon uitnodigen voor het feest. Te vinden. Denk je dat hij verdrietig is? Dat zou ik zijn. We moeten hem vinden. Willen jullie ons helpen? Zeg het voort. We moeten Midnight Kid vinden. Dit lijken wel voetafdrukken. En ze gaan die kant op. Het spoor eindigt hier, maar hij is nergens te vinden. Is nu vast heel eenzaam. En zijn voet heeft het nu vast heel koud. We moeten hem vinden. Snel. Geen uitnodiging hebt gekregen voor het feest. Ik zweer je dat het een ongeluk was. Ja, we zouden nooit iemand buiten sluiten en zeker vrienden niet. En een feestje is geen feestje als een van ons ontbreekt. Tenzij het een detectivefeestje is. Wat zeg je ervan? Wil je nu met ons mee naar het feestje? Ja, ja, doe het! Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Eind goed, al goed. Geholpen dit plantje te laten groeien. En nu heb ik officieel mijn groeispeld verdiend.
ons nou. We hebben de helft van de spelden die we nodig hebben om troep 22 naar het Glamfontuurland themapark te sturen deze zomer. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat we maar een week hebben om de rest te verdienen. Maar als iedereen helpt en een speld verdient, lukt het ons. Oké, wie wil er? Kijk eens aan. MC Swag kan nu een speld krijgen voor de aanval. En Queen Bee voor de verdediging. Dat zijn twee voetbalspelden voor de prijs van één. Woehoe! Zet hem op, Mara. Wees je wel lief voor me? Je had hem bijna deze keer, Queen Bee. Je kunt het! De 13e keer scheepsrecht. Wow! Het is me gelukt! Lang leven de sport! Dat zijn twee spellen. En ik heb nog een speld voor jullie in aanbieding. Oeh, welke dan? De schoonmaakspeld. Nog. Kamperen? Maar jij bent een superstoere cowgirl. Je zou gek moeten zijn op kamperen. Ik ben een sprankelende cowgirl. Geen stoffige. En kamperen is niets meer dan dat. Stoffig. Er is meer dan alleen stof. Er is frisse lucht en mooie vogels en s'mores. Het wordt leuk. Oké, dan. Voor Glamfontuurland Thema Park. Voor Glamfontuurland! Het ruikt vreemd. Het ruikt vrees. Ik hou ervan. Verkenners verzamelen. We moeten eerst gezamenlijk de klemverkenners veiligheidsregels doornemen voor we plezier kunnen hebben, omdat... Omdat een klemverkenner altijd veiligheid op de eerste plaats zet. Wacht, waar is Western Honey? Western Honey, zit je nog steeds in de klemper? Nee. Kom naar buiten! Buiten. Leuk? Er kan daar buiten van alles zijn. Modder, insecten, stof. Nee, bedankt. Maar je zult toch echt moeten kamperen als je de kampeerspeld wilt verdienen? Kunnen we anders niet gewoon een speciaal speldje bedenken voor mij? Bijvoorbeeld een spel voor het versieren van mijn hoed met steentjes terwijl ik kijk hoe jullie een vuur maken. Ai, ai, ai.
Je mag daar blijven voor nu. Maar je moet wel luisteren naar de regels. Deal. Oké, veiligheidsregel nummer 1. Laat je vuur nooit onbeheerd achter. Voor de dieren die hier buiten leven, zijn jullie de gasten. Wees aardig, laat ze met rust en hou al je eten verzegeld en opgesloten. Wanneer je twijfelt, zal de juiste knoop je redden in nood. Gebruik altijd het buddy-systeem om bij elkaar te blijven. En onthoud, maak plezier! Kijk, dit noem ik nou nog eens een klampierplek. Wie heeft er zin in gebraden worstjes? Ja! In deze koelbox zit alleen maar sap. Waar zijn mijn worstjes? Waar zoeken we naar? De andere koelbox. Heb jij die gezien? Die ontbreekt. Oh, die koelbox. Nou, dat is een grappig verhaal. Want kijk, er was geen plaats in de glamper voor mijn speciale kampeerstoel en twee koelboxen. Dus één van hen moest achterblijven. Sorry. Wacht, ik kan dit oplossen. Ik heb alleen maar die blik bonen uit de glamper nodig. Hebben we bonen mee? Een glamperkenner heeft altijd een reserveplan. Oh, en we hebben nog steeds s'mores. De voorraad zou hier ergens moeten zijn. Oh nee, misschien ben ik de s'morespullen vergeten mee te nemen. Geen marshmallows? Nee! Geen paniek. Dus het zal niet zo makkelijk zijn als we dachten. Maar we zijn glamverkenners en die kunnen alles aan. We gaan samen kamperen en we gaan Western Honey helpen haar spel te verdienen. Oké? Oh. Weet je wat? Dat is zo waar als een country liedje. Het is tijd om mijn kampeerspeld echt te verdienen. Wat nu? Oké. Nu is het tijd voor enge verhalen. Oeh. Is dat nou echt nodig? Het is onze kampeertraditie. Hoe vaak hebben jullie gekampeerd? Nog nooit. Ik weet er één. Het begint allemaal met een geest. Psst. Geesten? Denk je dat geesten eng zijn? Dat is nog niets. Beren, daar moet je bang voor zijn. Beren? Hier? Nou, het is maar één beer. De glitterbeer. Oh, hij klinkt schattig. Nou, dat is hij niet. Hij is verschrikkelijk. Want kijk, de glitterbeer jaagt alleen op de meest modieuze, de meest fantastische... De allerleukste kinderen in het bos. Wij zijn best wel leuk. Precies, ja. De glitterbeer komt langs in de nacht als je hem niet kunt zien schitteren. En wanneer het het minst verwacht, springt hij uit de bomen en steelt al onze accessoires en snacks en misschien zelfs onze zielen. Ik moet het huis in. Wacht. Dat is niet Neon Cutie. Misschien kunnen we hem wegjagen met harde geluiden. Het is de glitterbeer. We zijn ook gewoon te fantastisch. Geen zorgen. Scherm jullie wel. Kan de glitterbeer deuren openmaken? Waarschijnlijk. Wacht. Het is gewoon Neon Cutie. Niet boos worden, Queen Bee. Maar ik raakte van het pad af en stootte mijn teen en verdwaalde bijna in. Wacht. Wat zijn jullie aan het doen? Iemand moet het vuur in de gaten houden, weet je nog? Oh, en we hadden Western Honey net uit de klimper gekregen. Waarom is ze nou weer binnen? Wat is er zo grappig? Bedankt dat jullie zulke goede vrienden waren vandaag. Zonder jullie had ik mijn kampeerspeld nooit verdiend. Misschien moeten we vaker samen zulke avonturen beleven. Zeg, vind je kamperen nu leuk? Tuurlijk, dankzij jullie ouderrotten.
Goedemorgen allemaal. Meiden?